Hallo, I'm Denise en welkom bij deze nieuwe video waarin ik jullie iets heel geweldigs ga laten zien. Een tijdje terug vroeg Urban Decay Nederland aan mij of ik het leuk vond om het nieuwe palet van Urban Decay Naked Heat aan jullie te laten zien. En om hier een review over te maken. Nou, natuurlijk wilde ik dat. En ik was direct geïnspireerd door de naam van dit palet, Heat. Ik ging deze zomer naar de woestijn op vakantie, waar ik dus nu ben. En ik dacht, ja, ik moet hier deze video opnemen. Ik heb me helemaal laten inspireren door de omgeving. Daar make-up looks bij bedacht. Ik heb hem natuurlijk al een paar keer uitgeprobeerd. Maar de look die ik nu ga maken is dus mijn favoriet op dit moment van het palet. Want je kan er zoveel kanten mee op. Dit is de verpakking. En dan zit hier het doosje in. Kijk. Ik vind de verpakking alleen al heel erg gaaf. Hij gaat heel fijn open en dicht, moet ik zeggen. En dit zijn de kleuren die erin zitten. Allemaal warme heat kleuren dus. Rode, oranje tinten. En er zitten zowel matte oogschaduwkleuren als shimmer eyeshadows in. En nou ja, ik ga natuurlijk per stap vertellen welke kleur ik gebruik. Doe alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze make-up look. Vergeet niet te abonneren hier beneden. We gaan samen op naar de 100.000. Lijkt me geweldig om dat te bereiken binnenkort. En dan gaan we beginnen. Zoals je ziet, of misschien had je het nog niet door, zit de basis al op mijn gezicht. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan, een poedertje en een beetje bronzer. In de zomer gebruik ik namelijk geen concealer. Ik vind het daar veel te warm voor. Vooral hier, je wil niet weten hoe heet het nu is. De kleur waarmee ik ga beginnen is Chaser hier. Een beetje een beige-achtige kleur. En die doe ik over mijn hele ooglid. Breng ik die aan. Vervolgens schrijf ik één kleurtje op. Die heet Sauced. En die is echt wat meer oranjiger erin. En die breng ik aan hier in mijn arcadeboog. Dit is eigenlijk al gewoon een hele mooie lichte basislook. En omdat ik alles mooi wil laten overlopen, blend ik hem gelijk even met mijn blending brush. Gewoon mijn eigen, niet van het palet. Ik ga de look nu echt wat knallender, donkerder maken. En dat doe ik ook echt met een hele donkere kleur uit het palet. De donkerste, kan je wel zeggen. En die heet Ashes. Die is heel, ja, bijna een beetje paars zit erin. En die ga ik hier aan de buitenkant en op dit bot aanbrengen. Even blenden en dan herhaal ik deze stap ongeveer 2-3 keer om hem echt wat donkerder nog te krijgen. Kijk, hoe meer je hem opbouwt, hoe meer je dat paars ook uit de kleur ziet. En dat vind ik juist zo mooi. Zo wil ik hem hebben. Ik ga hem even blenden en dan denk ik dat ik klaar ben met deze donkere. Misschien dat ik hem nog één keer aanzet, maar even kijken wat dit doet. Hier ben ik erg tevreden mee en nu ik hiermee klaar ben, ga ik me weer focussen op dit bewegende ooglid. Want er is nog een kleur wat echt een favoriet van me is. Die is echt wat roder en die heet, ja, een soort Spaanse-achtige naam. En Fuego, of Mexicaan, nou ja, daar is het Spaanse. En die En Fuego, die ga ik hier dus, zeg maar, in het midden aanbrengen. Die maakt de look weer even wat pittiger. En ik dep hem even, zodat hij extra mooi uitkomt. En dan blend ik die voorzichtig in, want ik heb gemerkt dat die heel snel verdwijnt. Omdat die andere kleur zo donker is. Maar zie je, zo loopt het net heel mooi even over in die warme kleur. Ik vind dat die nog wel iets roder mag, dus ik ga nog één keer een klein beetje eroverheen tippen. Tot nu toe heb ik trouwens alleen nog maar de matte kleuren gebruikt. Ik ga dadelijk aan de binnenkant van mijn ogen wat meer een shimmerkleur. Of zelfs echt, er komt ineens een auto voorbij. Of zelfs echt een highlighter aanbrengen. Die man keek echt van, wat is die aan het doen hier? Heel awkward. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even naar mijn onderste ooglid. En daar ga ik aan de buitenkant die allerdonkerste kleur Ashes aanbrengen. En dat doe ik wel met de kwast uit het palet. Want die is namelijk wat stijver en daar kan je heel mooi een strakke lijn mee zetten. Kijk, die doe ik echt alleen aan de buitenkant. En dan, hierboven had ik in het midden die rode kleur, die El Fuego. En die doe ik hier ook in het midden. Dan ga ik toch uit dit palet even de shimmerkleur Lambre gebruiken voor hier, zeg maar, aan het begin
van mijn bewegend ooglid. En die lamber die loopt dus heel mooi over in die El Fuego rood. Omdat het ook zo'n warme, ja, rood-rozige kleur is. Kijk, daar heb je echt mooi die overgang. Oké, en dan is er echt heel weinig fallout bij dit palet. Dus maar wat er is gevallen, veeg ik even heel lichtjes weg zo. En dan gaan we de mascara aanbrengen om de look te laten knallen. En de lippen natuurlijk zo. Het is hier echt zo heet dat die mascara gelijk hard wordt, joh. Heel gek. En met wat er nog over is op mijn borstel ga ik heel kort even over mijn onderste wimpers. Zo, en dan de lippen. Ik ga denk ik voor deze heel licht roze tint lippenstift. Echt een beetje een nude kleur. Dan dep ik hem een beetje, want die is best wel roze eigenlijk. En om deze video echt af te maken ga ik het eindresultaat in de desert even laten zien. Want daar past deze look toch wel het mooist. Dus kijk nog even mee. Vanaf midden augustus is dit palet trouwens in Nederland te koop. Hier was die echt overal uitverkocht waar ik ging kijken. Dan stond erbij, iedereen wilde dit palet hebben. Dus je kan op de wachtlijst. Zo goed is die, zo mooi. Ik snap het wel. Vergeet niet om nog even te abonneren. En natuurlijk om nu even te kijken naar het eindresultaat. En dan is dit de Eindenise Naked Heat look. Ik vind hem heel erg mooi en ik ben zo blij met dit palet. Dit is nog maar één look die je kan maken. Er zijn natuurlijk tal van andere mogelijkheden.